Hallo mensen, welkom terug. Wat leuk dat u er allemaal weer bent. Nee, ik ga geen drankje testen. Dat glas staat ervoor is hier. En eigenlijk voor mezelf. Vandaag ga ik iets heel anders doen. En dat had ik al een klein beetje in mijn hoofd zitten. Dan denk ik, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Want eigenlijk wordt het niet zo heel veel gedaan. En eigenlijk ook weer wel. Nou, wat is mijn plan? Ik ga een speelgoedreview doen. In het Nederlands dit keer. En ik begin maar met een Justice League Unlimited figuur. Heel erg populair. En dit figuur is Aquaman. Van de Justice League Unlimited. Geen idee welke serie het is. Want ik bedoel de serie. Je hebt verschillende uitgaves van figuren. Dit is wel een latere uitgave. En waar zie ik dat aan? Nou, hij heeft hier al zijn hand verloren. Het is een van de latere afleveringen, zeg maar. Nou, exclusief is een trading card. En die zie je hier al erin zitten. Van Superman. Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik zal u al eerlijk vertellen, ik heb meer figuren. Dus er komen meer reviews aan. En daar zitten ze nu niet in. Helaas. Andere figuren. Wacht, ik zal eerst eventjes de voorkant laten zien. Kijk, we kunnen de boost. Dit is eigenlijk de oude verpakking. Hier zit er nog Batman en Superman. En dan ziet u nog een hoofdje van Green Lantern zitten. De Flash. Hawkgirl zie je nog. En natuurlijk Justice Limited. Nou, de achterkant dus. Dan de volgende figuren om te verzamelen eventueel. Ik heb het hier over figuren waarmee je kunt spelen. Echt ook voor kinderen. Maar ik weet dat dit echt voor verzamelaars wordt gemaakt ook. En hier staat ook van 0 tot 3. Dan wordt het dus afgewezen. En waarschijnlijk ook door de kleine onderdeeltjes die er meegeleverd worden. Maar in dit geval is dat niet zo. Nou, we zien dus Batman, we zien Superman. En eerlijk gezegd ken ik ze niet allemaal. En dit is dan Tornado, die ken ik dan nog. En natuurlijk Wonder Woman. Ja, ik volg het niet helemaal. Het is erg lastig. Dat vind ik nou zo jammer. Natuurlijk voor Cartoon Network. En dit figuurtje wordt gemaakt door Mattel. En die hebben dit keer ook de licentie om deze figuren te maken. Leuk toch, of niet? Nou, Aquaman. Genoeg gepraat. Ik ga het doosje of de verpakking openmaken. En dan zie ik u straks weer terug. En ik ben weer terug. Nou, voor ik het figuurtje laat zien. Heb ik hier de accessoires wat er bijgeleverd wordt. Dat is dus zijn grote vork. Op zich heel leuk gedetailleerd. Ze hoeven het er natuurlijk niet bij te leveren, maar het hoort natuurlijk wel. Want eigenlijk in deze afleveringen, volgens mij, komt het niet eens voor, maar heb je lezen haak. En natuurlijk het verzamelkaartje wat ze erbij leveren. Ja, ik heb er niet zo heel veel aan, maar er zijn altijd nog liefhebbers voor.
En in dit geval is het Superman. En dan zie je wat voor krachten ze, wat voor kracht hij heeft. Groot of klein. Of hersens groot en klein. Leuk. Je zou het als een klein postertje kunnen zien. Goed, over naar het figuur. En om te laten zien hoe groot dat figuurtje nou eigenlijk is. Nou, wat klein centimetertje tevoorschijn. En het is ongeveer een 12 centimeter, 13 centimeter ongeveer. Het is een beetje lastig. 12,5 centimeter. Toch een redelijk speelgoedje. Al zeggen anderen anders. Het is een verzamelobject. Hoe hebben ze het gemaakt, Martel? Is het leuk geworden? Is het goed gelukt? Nou, het lichaam, zeg maar, is een standaard lichaam. Bijna alle mannelijke figuren zijn eigenlijk hetzelfde. Dat is de opzet. Dus eigenlijk vrij goedkoop gemaakt. Maar goedkoop wil niet zeggen dat het kwaliteit ook goedkoop is. Want alles ziet er echt heel stevig uit. En dat geldt ook voor de vrouwelijke figuren. Dus één standaard lichaam of misschien twee. En daar worden alle figuurtjes van gemaakt. Met een klein verschilletje. Natuurlijk de hoofd. En dit is een van de latere figuren. Want je kan de knieën buigen. Daar zit een scharniertje aan. En je kan ook de armen buigen. Tenminste, tot hier dan. En de meeste, want er is heel veel... Er zijn heel veel klachten over geweest. Die vinden het een beetje te dik eruit zien allemaal. Te bodybuilderachtig. Dus ze zijn eigenlijk weer teruggeswitcht naar de normale armen en benen. Die er wat slanker uitzien. Ja, het is maar wat je wil. Persoonlijk vind ik het een best leuk figuurtje. Ze hebben best hun best gedaan. Het lijkt echt op de tekenfilm, zeg maar. Er is wel een heel groot verschil hoor. Want de tekenfilm of de stripverhaal dan. Daar ziet hij er toch wel heel anders uit. Met zijn oranje trui. En zijn korte haren natuurlijk. Ik moet u eerlijk vertellen, ik ken de episode niet, de aflevering. Ik heb het nog niet gezien. Maar volgens mij belooft het heel wat. De kleuren zijn eigenlijk wel heel mooi. Kan ik u wel vertellen dat het goud had van mij wel wat blinkender gemogen. Maar ja, dan is de prijs natuurlijk ook weer wat duurder. En het gezicht ziet er gewoon mooi en verzorgd uit. Alles is aanwezig. Geen foutjes. Niks. Zelfs een oorbelletje zit er ook nog in. Ja, ik ben geen fan van Aquaman. Maar ik vind deze al heel erg cool eruit zien. Zou ik het een cijfer moeten geven? Ja, lastige. Ik denk toch wel een... Ondanks ik geen fan ben, vind ik het toch wel een 7 waard. Met wat je erbij krijgt. Dit was Clyde & Jalles met een eerste figurenreview of speelgoedreview. In het Nederlands dit keer. Ja, ja. Ik dank u vriendelijk voor het kijken en tot ziens. Dadaag.